Hallo iedereen, ik ben Julie en ik heb het boek De Procedure van Harry Mulisch gelezen. Het is niet een van de gemakkelijkste boeken, want er komen heel veel religieuze en wetenschappelijke aspecten in voor. Wat me vooral aansprak in het boek is dat het een beetje op een puzzel leek. Want in het begin kreeg je heel veel informatie te verwerken, waarvan je eigenlijk niet wist wat de ene informatie, bijvoorbeeld over een rabbi, te maken had met de andere informatie over de hoofdpersonage Victor Werker. Na je lang je verder las, viel het verhaal als puzzelstukjes in elkaar. Het is een boek met veel onverwachte wendingen en het is zeker een boek dat blijft boeien. Ben jij dus iemand die van uitdaging houdt, dan is dit boek misschien perfect voor jou.